Wow, wow, wat kan dat nou zijn? Het is vast de sponsor van deze... Dat ga ik echt niet doen, dat is echt heel te cringe. Deze video wordt gesponsord door Xiaomi. Ze hebben namelijk een nieuw model, de Poco X3. De opvolger van de Poco F2 Pro. En die gaan we vandaag dus even unboxen. Is dit hoe het voelt? De Poco X3 is een relatief goedkope telefoon. Voor net iets meer dan 200 euro heb je hem al. En hij staat daarom bekend om zijn goede prijs-kwaliteit verhouding. Hij is redelijk snel, je kan er lekker, gewoon lekker op gamen. Wat me vooral tot nu toe is opgevallen is dat hij in een uur van 0 naar 100% laat. En hij is nog steeds niet leeg. Ik heb hem al redelijk veel gebruikt. Hij heeft een mooi groot scherm. Hij is echt groot, kijk maar, dit is mijn hoofd. En ik heb echt een intens groot hoofd, mensen. Maar zoals ik al zei, hij heeft een vrij aardige processor. Dus je kan er goed op gamen. En laat nou net mijn favoriete game van dit moment ook op mobile te spelen zijn. Het is niet alle neppe Fall Guys kutspellen die inmiddels nagemaakt zijn. Dat is het niet. Ik heb het natuurlijk over Among Us. Ja, ik speel dit spel echt de hele dag. Ik zweer het je. Meestal ga ik gewoon in public lobbies en zeg ik... Pink Phantom. En dan meestal ben je de ronde erna eruit en kun je weer een nieuw potje zoeken. Maar gelukkig kan ik dit eindeloos de hele dag blijven doen, want mijn telefoon gaat niet leeg. Dat gaan we vandaag niet doen. Vandaag spelen we gewoon met de squad. Dat klinkt echt vrij triest. Met die jongens. De telefoon is al verkrijgbaar in Nederland, dus ben je nou geïnteresseerd, wil je even checken. Check dan de link in de beschrijving. En ja... Ik was een elektro... Jeroen is het weer 100%. Staat hij daar weer? Roel is vandaag de hele dag al imposter, jongen. Kijk hem hier dan staan, jongen. Nou goed, laten we maar gewoon even de taakjes gaan doen. Kwaadswipe, gelukt. Shields, blijf staan in shields. Gaat naar navigation. Shields. Staat nog steeds in shields. Shields, die ene gast is wel heel lang in shields. Gaan we eens even kijken of daar misschien een likey ligt. Ik vind dat wel verdacht lang in shields liggen. Ja, die is dood. Kijk eens. Die lag echt veel te lang. Het was mat. Eet een daadje. Het was mat. Oh, ik heb niks gedaan. De leuk, Roel. Het was een hete daadje op mat. Waar ligt het lichaam? Het lichaam ligt bij Navigate. Nee, helemaal niet. Gast, die ligt daar helemaal niet eens. Het daadje. Er ligt een lichaam niet eens. Roel, wat zit je stoer te doen? Ja, maar wacht. Mat heeft het lichaam gevonden. En Raoul zegt dat het lichaam op een andere plek dan mat. Roel, nee, maar even laat maar zeggen. Roel is aan het kloten. Is praten, leuk aan het doen. Mat heeft geself-report. Roel is leuk aan het doen. Ik was met Roel de hele tijd in admin. De hele tijd. Ik liep weg omdat ik in admin aan het kijken was. En er was iemand echt fucking lang in weapons. Dus ik ging kijken, was het een lijk. Nou, dat is het dus. En ik lag niet in navigation. En Roel is de hele tijd bij me geweest. En hij vindt het nu leuk om mij te paybacken voor de vorige keer dat ik hem ervoor maar wacht even. Dus maar Roel heeft het sowieso niet gedaan. Nee, Roel is wel safe. En sowieso anders had Roel op mij neergejuked vanaf het begin. Maar wie liep er aan het begin rechts dan? Ja, ik denk dat Chesto het is. Chesto, ik ben via rechts naar die opdracht gegaan voor dat met die dingen. Ja, het is Chesto. Chesto, stem op Mat. Mark en ik hebben ook op Mat gestemd. Sowieso niet. Oh. Maar Roel, waarom doe je dit? Dit is toch niet leuk? Huh? Het is 100% Chesto. Ik ga mezelf laten killen door Chesto. Let op. Chesto. Chesto, nee, naar dinges. Kom, Chesto. Chesto, kill me dan. Ik ga gewoon heel met Chesto meelopen. Chesto loopt met niks. Chesto doet helemaal niks. Kom, Chesto, kom. Kill me dan. Hier kun je me killen. Hier kun je me killen. Kom hier. Nee, je kan het, Chesto. Kom, kill me hier. Nee, dat kon niet. Onze Rob was aan het kijken. Chesto doet niks. Hij heeft geen opdracht gedaan. Hij doet niks. Kom hier, hey, Chesto. Kill me gewoon. Ik weet dat je het wil. Kom hier. Ik ga hier staan. Jij doet echt helemaal niks. Ja, eindelijk. Hij did it. Hij had wel echt lange bedenktijd nodig om het te doen uiteindelijk. Hoor. Hey, Mark loopt er gewoon overheen. Wat gebeurt hier, jongen? Oké, het is Chesto. Het is 100% Chesto. Het is Chesto. Het is echt allemaal geld op Chesto. Chesto en Matty waren cool. Ik ben een reactor, maat. Ik ben een reactor. Dit was zo'n slechte kill. Of een reactor. Daar liep ik net. Toen zag ik niemand. Ja, zie. Gelukkig. Anders waren we de lul. Dan hadden we verloren. Mensen, we zijn wederom crewmate. Ik ben al zo lang geen imposter geweest. Ja, we kennen allemaal die feeling voor de spelers. De Among Us spelers onder ons. Want je wilt natuurlijk niet... Oké. Kaartswipey. Iemand zit op de camera te loeren. Kan je niet even zwaaien? Hallo. Zoek me dan hier neer voor de cam. Er staat iemand in security storage reactor. Even kijken wat die gast in reactor doet. Die gast in reactor doet voorlopig niet veel. Misschien ligt hij daar wel dood te wezen. Ja, dan zouden we die gast in security toch wel even een kijkje moeten kunnen nemen. Die gast in reactor is traag. Wat doet hij dan? Die is eindelijk weg. Nou, ik heb hier voor Jan Lul bij dat ding gestaan heel lang. Want ik heb hier totaal niks meer opgeschoten. Nou, dan gaan we het vuilnis maar buiten zetten, jongens. Alleen electrical ingaan is een van de engste dingen in dit spel. Überhaupt in het leven. Er zit nog steeds iemand op die cams te kijken. Nu 3 bij security. 4 in security. Nou, die zouden we allemaal veilig zijn. Iedereen leeft als het goed is nog. Dat is ons Rob. Die was daar bezig. Maar misschien was hij aan het fake tasken. Dat zou goed kunnen. Dat is Missy Mark. Die vertrouw ik van geen reet daar. Hij is nog niet gesabotaged. Dat vind ik wel opvallend.
Emergency meeting. Oké, ik hoop dat er een hete daadje is of zo. Oké, ik denk dat het Rob niet is. Waarom is het Rob niet? Ja, waarom is het Jaap? Ik was op security aan het kijken heel lang en Rob die stond zo lang in reactor. Rob, wat deed jij zo lang in reactor? Ja, was dat Rob? Ja, ik zat ook te kijken. Ja. Task is best moeilijk. Niemand heeft het lichaam van Raoul gevonden, toch? Ik heb Raoul zien lopen. Ik ben me constant bewust van het feit dat mensen zien wat ik doe. En op het moment dat ik toen naar reactor onderweg was, heb ik Raoul samen met Mark zien lopen. Raoul is niet dood en ik zag Mark nergens anders heen, dus ik denk dat Mark gevent is. Nee! Ik stem op Mark. Ik denk ook dat Mark het is. Nee, maar ik vind het verdacht dat Koen helemaal niks doet. Ja, je moet wel meer taken doen, hè? Ja, ja dan kan hij zeggen, ik doe mijn task niet. Ik heb een mettaak al gedaan, ik ga nu kaartje swipen, geen zorgen. Als Mark er niet is, zijn we echt de lul. Ja, dan ben jij het zelf, hè? Nee! Ben jij het zelf, hè? We gaan zien. Kijk, Koen. Het is... Kijk! Ja! Massie Mirk, we hebben hem, hoor. Oké. Lekkere scan doen. Je hebt een rode lampje ook. Wie gaat er nou kill doen voor dat rode lampje? Als je staat te kijken, gebeurt er ook niks, hè. Je moet eigenlijk stiekem af en toe even dat aanklikken. Koen, jongens, ga nou. Hij is de enige die balk niet vooruit laat gaan. Moet je toch helemaal scheids? Scheidjakken ziek van, jongen. Ons Rob staat hier weer. Downloaden. Oprecht, bijna de taken gedaan. Dead body reported. Nou gaat de herders beginnen. Oké, ik denk dat het Mark is. De body is gevonden in reactor. Ik stond de hele tijd in security. Ik ging naar beneden. En daarvoor zag ik Mark voorbij lopen. Verrassing, Koen stond in security. ik heb niet gezien dat die camera een rood lampje had. Ik heb hem helemaal niet gezien vandaag. Ja, nee, oh, misschien toch wel. Koen, ik kan een deel van jouw verhaal bevestigen. Het klopt. Ik had één taak in reactor. Dat was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die bitch die wil me even zien. Vervolgens ging ik naar beneden, want ik had toch twee taken in electrical. Ik had dat sample ding al gedaan in medbay. Het enige wat ik als laatste nog moest doen, dat is de taak die ik tot laatst wilde waren, is swipe card, omdat we daar net een beetje. Rob, ben jij links geweest? Nee, ik ben alleen rechts. Ja, Rob, ben jij links geweest? Jawel, jij bent wel links geweest. Ik ben overal geweest. Maar het ding was alleen, want ik weet dus, volgens mij was... Ja, Mark liet dus langs in ieder geval. Maar ja, ik denk dat hij er al wel even ligt. Gok ik dan. Je hebt alleen de gang gezien, hè, Koen. Dus hij kan ook gevent zijn en erin zijn gekomen. Dan heb je hem niet gezien. Voor die camera zitten heeft helemaal niet zoveel zin. Want ze zien dat jij niemand gaat een kill maken voor die cam. Ik vind Roel daar ook al verdacht dan, hoor. Ja, prima, joh. Ik heb werkelijk geen idee. Ik ben alleen maar recht geweest. Roel, zullen we samen lopen? Ik stem alsnog op Mark, maar dat is voor mij gewoon een standaardje. Wil je meelopen, Matt? Ja, laten we samen lopen. Met iemand anders erbij. Ja, ik wil alleen als je met z'n tweeën bent. Oh, met z'n tweeën. Oké. Okay. Dat vind ik heel interessant. Laat gaan we even op date. Gaan wij zo op date, even samen. Wij gaan met z'n tweeën admin en niet meegaan, hè? Ook niet meer helemaal admin ingaan vandaag. Nou, ben ik benieuwd wat die klootzak gaat doen. Hoor. Gaan we samen even op date in admin. Hey, Missie Mark, we gingen hier op date. Op diepstralen. Kom, ga hier het hoekje staan. Gaat hij nou iets doen? Oh mijn god, heeft de kaartswipe gedaan. Ik heb ook kaartswipe gedaan. En dat is de reactor. En Massie Mirk blijft daar staan. Wat gebeurt hier? Ik dacht dat hij wat wilde doen. Dat hij stiekem nog Missie Mark wilde neerjuken. Hey, hoe lang hebben we nog voor die reactor? Hey, nice save, boys. Downloaden. Wat gaan we lekker. We gaan bijna winnen op taken. Dat is ook een... Gebeurt niet heel vaak bij ons. Ik weet niet hoe bij jullie zit. Als jullie aan het spelen zijn. Okay, we zitten over het laatste gedeelte. Even op mappie kijken. Ah nee, heb ik hem te vroeg weggeklikt. Oh, Mark. Mark is in de buurt. Mark is close. Kijk, die balk gaan we. Oh, er zit iemand achter me. Please, niet die animatie. Nee, wat is dit? Nee, oxygen of zo. Wat is dit? Fix lights. Koms. Dit is koms, hè? Oh, was koms, ja. Emergency meeting. Is er iemand dood in de tussentijd? Nee. Niemand dood. Nee, nou ja, daar heeft nog... Ik heb al mijn taken voltooid. Ik denk dat er nog één of twee mensen al mijn één taak taken zijn hebben. Klaar, ja. Ik moet nog één taak. Ik vind het bijzonder dat Koen zijn taak heeft gedaan. Dat vind ik al heel bijzonder. Ja, ik zie de hele tijd... Dat vind ik echt bijzonder. Hij heeft zijn taken gedaan en heeft de hele ronde bij de camera's gestaan. Nee, ik sta bij communication nu. Ik heb dat ding net gefixt. Ja, dat kost ook weer tijd en gaat ook de balk niet van vooruit. Stem op Koen. Ja, het is trouwens Koen. Ik heb Koen. Maar het zou Massie Mirk ook kunnen zijn. Nou, jongen, nee, ik heb geen taak. Ik word hier weer weggestemd voor saus. Dat is ongelooflijk. Ja, moet je me niet hebben die kutcamera gaan staan. Hey Koen, doe je. Mannen, de groeten. Koen, zei iets? Misschien is dit wel. Ik ben al bijna klaar. Ik ben bijna klaar met mijn tas. Ik hoop Massie Murk, maar het staat toch nog echt. Oh, ja! Mark, tuurlijk is het Koen. Mark, ja. Hoe heb jij Koen niet uit reactor zien lopen? Jij loopt langs Koen terwijl mijn lijk daar ligt. Jij loopt gewoon rechtdoor. Ik dacht, lekker, hete daadje. Ik lag jouw lijk in dat onderste deel van reactor, zeg maar bij die... Nee, bro! Hij lag bij die dat deuntje goed moet hebben. Jij loopt daar gewoon rustig langs. Ik dacht, hete daadje, want Koen loopt eruit. Ik dacht, oh... Jij loopt gewoon door naar onder. Ik denk, lul. Koen, jij zat de hele ronde bij die camera's en heb je al je taken gedaan. En ook de comms disabled. Ja. Dat kan natuurlijk. Oké. Okay. What the fuck, ben nu gewoon twee keer achter elkaar... Griep.
Oh, wat is hier toch een leuk spel, hè, mensen. Echt schitterend. Nou, ik ben nog niet dood, dus Roel is het niet. Of het is weer een manier om safe te zijn. Ah, Electrical, Admin, O2. Twee mensen in O2 aan het lopen. In Koms, wie gaat er nou in het begin naar Koms? Wie gaat er in godsnaam naar Koms? We willen een gokje wagen om te kijken in Electrical. Daar misschien nog iemand gesneuveld is. Huh? Die is dan doorgelopen of gevent. Ik mag hopen dat die doorgelopen is. Ik ga niet nog een keer zo agressief proberen iemand daarop heterdaad door te betrappen. Dat is me al eerder overkomen. En zat ik er volledig naast. En dat, ja, goed, leuk. Moet je maar een andere video kijken waar het ooit in... Oh, oh, nee, 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 nee. Is dat die koe nou weer te campen in de security? Oh, ik heb het hier verneukt. Nou, laat ik eerst de oxygen maar doen. Camera's zijn... uit. Er is niemand meer bij de camera's, ja. Dat vind ik vrij bijzonder dat Koen die camera's heeft verlaten. Dus dan moet hij eigenlijk wel dood zijn. Dan moet hij wel dood zijn. Ik vind net Chesto's lichaam bij Electrical. Ik heb echt een koentje gedaan. Ik heb echt een hele pot aan security gestaan. Ik heb wel een paar mensen... Oh, dat was jij die daar bij security stond de hele tijd. Ja, je zag ook de hele tijd die rode lampjes, toch? Ja, ja, ja. Ik was net aan het begin met mijn taak. Het is Rob. Ik heb power from Electrical the Shield. Het is Rob. Rob, waar was de body gevonden? Bij Electrical. Ik heb hem niet gevonden. Er zit een vent naar security. Ja, Rob. Ja, hey, hey. Wat mij opviel, is dat op het laatst waren de lampjes uit. De laatste 10, 15 seconden. Dus ik... Nee, hoor. Okay. Daar is een mogelijkheid om toe te slaan. Het is Rob. Oké. Okay. Wat is dit nou weer voor ongekomen reden, man? Ja, het is zeker. Ja, het is Rob. Het is Rob. Als je zo gaat struikelen. De reden dat jullie me verdenken kan niet, want ik heb hem echt koude lang geleden al gekild. En ik stond zeker te kijken. Dus je kunt niet zeggen dat de lampjes uit waren, want ze waren aan, Jack. Nee, die waren uit, ze waren uit. Het licht ging uit, Rob. Jij zei, ik heb de hele tijd bij security gestaan. Oké, het is Rob. Klaar, het is gelijk Rob. Ik heb al echt de hele tijd bij security gestaan. Ik ben één keer gevent naar... Electrical ja. Toen heb ik Chester gekillt en toen ging ik weer terug. Ik ben de crewmate. Nee. Wat is dit scheid irritant, zeg. Ik ben blij dat Roel die is. Als ik ook alweer toe ga kijken. Hele... Oh, we gaan even fuel doen. Even bijtanken en dan gaan we verder. Koentje gaat niet naar de camera's. Vind ik vrij bijzonder. Ik heb gewoon zin om een rondje heel... Ik heb gewoon zin om een potje heel verdacht te doen. Dat uiteindelijk niet te zijn. Gewoon een beetje de boel op te fucken. Sorry, ik dacht aan het scenario in mijn hoofd. En dat vond ik al leuk. Over autisme gesproken. Dit duurde mij te lang. Chesto, what up? Nee, ik deed het. Niemand dood. Oké, okay, heeft iemand iets gezien? Ik vind iemand heel verdacht. En dat is toevallig Missy Mark deze keer. Ja, verdenk me elke ronde, elke dag, elk jaar. Ja, inderdaad, Mark. Dus hij is het ook, hè? Hij is het. Hey, Mark is het. Ah. Oh. Net zo zeker als ja, Roel. Waarom heb je mij gestemd? Roel is woke. Roel is wel woke, ja, dat is wel zo. Het feit dat ik nog niet dood ben, dat zegt wel dat Roel niet is, hoor. Piem, lekker geschoten. Dit is mijn favoriete taak, hoor. Wat is dit pot Jan Dozy gaaf, zeg? Bro, we zijn bijna klaar. We gaan gewoon winnen op die taak. Even bijtanken en dan gaan we... Op die taken, ja. Want ik gooi deze nu vol. Dat is een grote stap. Ik moet alleen in... Mark! Oh my! Het is ook altijd. Het is hem ook altijd. Altijd! Tisto! Daar was hij! Oh, nu gaat... Nee, ze lopen niet door. Oh, ze moeten het licht nog fixen. Ze kunnen het natuurlijk lang niet zien met zonder dat licht. Ja, Mattie gaat eraan. Rip Mattie, ook dood. Door die sting, Mark. Ja, maar... Die komen hier letterlijk vandaan. Wat goed. Nee! Oh mijn god! Nee! Het is goed, als ik dit nu doe, dan hebben ze wat gewonnen hoor. En Mark moet nog best wel veel mensen uitschakelen. Oh, heb ik net die taak niet gedaan. Alright. Oké, okay, luister. Tis of Rob. Luister. 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 Kijk. Wat is het? Mag ik vertellen wat mijn Chesto is? Dat kan niet wat jij nu zegt. Het is of Mark of het is Rob. Het is zo typisch. Luister, Mark komt nog gisteren. Mark Mark loopt via links. Licht gaat uit. Mark komt via links. Ik wil naar links lopen. Hoe loop ik via links? Oké, nou weet ik het zeker. Hoe weet jij dat? Luister. Chesto, licht ging uit. Maar jij zag Mark van links komen. Gast, luister. Ik stond daar ook. En het licht was uit. En ik zag helemaal niks, want het was donker. Rob, hou je back. Ik kom van Shoots naar Storage gelopen. Ja, en in die gang van tussen Storage en Lower Engine gaat het licht uit. Mark komt uit Lower Engines lopen. Ik wil naar Lower Engines lopen. Weet je waarom dat hoe zit? Ik loop Electrical nee, in. Nee, want ik dus loop jullie naar in om licht op het moment dat ik net aan Lower Engines stond. Dus er klopt niks van je verhaal. Ik heb skip vote gedaan, ik zeg je eerlijk. Ik ben het 100% niet. Ik heb skip vote gedaan. Ja, ik wou zeggen, dat zijn maar één of twee tasks. Dus we kunnen het gewoon uitspelen en met z'n allen lopen. Ik denk dat toch dat we een missie maken. Oké, ik denk dat we gaan winnen op tasks. En waarschijnlijk Mark moet nog twee mensen uitschakelen. Dat wordt wel time. Maar hij kan het poelen. Want als de mensen niet snel genoeg zijn met het uitvoeren van hun taken. Ik hoop dat Koen de ander is die zijn taken nog niet af hebben als geest. Want dan is het gewoon Kasi. Dan krijgen we zo meteen een paar juk erbij. Hop, winst. Ik had eigenlijk bij de actie erbij moeten zijn. Maar ja, ik moet helaas mijn taak even doen. Het liefst had ik Missy Mark gevolgd om te kijken wat hij allemaal aan het doen is. Oh,
Oh, was het de laatste? Lekker, boys. Oh, Mark, waarom doe jij niks? Hé, besef dit. Ik kom security binnen, staat Mark op zo'n vent te kutten. Ik ren weg. Nou, op mijn beeld, Mark killt mij vanaf 5 meter. Yes, mensen, bedankt voor het kijken. Deze video is, zoals al gezegd, opgenomen op mijn Poco X3. Het is me oprecht goed bevallen om deze telefoon te gebruiken. Hij heeft een 120 hertz scherm. Niet een 120 scherm hertz. Zou ook kunnen. Hij heeft een 120 hertz scherm en dat is echt tof voor de prijs die je ervoor betaalt. Ik heb ook even de batterij gecheckt. En de eerste 60% laat hij legit op in een half uurtje of zo. Dus dat is zeer handig. Het is sowieso een toptelefoon voor mensen die niet te veel willen spenden aan een telefoon. Goede prijs-kwaliteit verhouding. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik ga weg. En ik ben vooral niet de imposter. Ik ben gewoon niet de imposter geweest. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon zonde.